Goedendag iedereen. Waarschijnlijk ben ik geen illustre onbekende voor jullie allemaal hier in de zaal vanavond op ons eigenlijk een mooie 75 jaar kijken. Ze hadden mij gevraagd om ergens een sterk verhaal op te diepen uit onze geschiedenis. Ik denk dat ik er toch wel eentje gevonden heb na lang nadenken. Er waren er wel zoveel, maar fijn. Ik denk dat het jaar 71 was, waren wij op kamp in Fragon. Waarschijnlijk door jullie ook veel bekend. Zoals elke dag toch begint bij het knapen, waar ik toen bij was, was onze eerste opdracht een coördinaat, de tweede een azimut, maar tussen de coördinaat en de azimut was er natuurlijk een flux onweer. Iets ongelooflijk, water gieten en blijven gieten. De coördinaat, de azimut, die wees ons uit dat wij moesten naar de douanepost gaan. Wat bleek dus, die douanepost wel, was wel een Franse douanepost. De EU was er nog niet. Die mens was heel vriendelijk, wij mochten naar binnen, maar ondertussen, doordat het zoveel regende, waren met twee vendels te samengekomen. Dus twee vendels, 2 x 5 = 10. Dus goed doornat, wij allemaal daar binnen. Wij waren er allemaal binnen. Wat gebeurde natuurlijk? Die ruit volledig dampte aan. Maar die douanier met zijn voetjes op zijn bureel begon bij ons te discussiëren over Ocania en Merckx en de Ronde van Frankrijk. En zei, wacht, zegt hij, er is daar een wagen. Maar ik ga niet buiten en zo weer, zegt hij. Wil er iemand van jullie op straat gaan en zeggen dat ze mogen doorrijden? Wij vragen aan hem, ja, hoe moet je dan verder? Ik zeg in het Frans, circulez. Dus een van ons ging buiten in zijn KSA-uniformken in de gietende regen gaan staan. Was toch al nat. Alle in circulé. Van links, van rechts kwamen er wagens. Alle in circulé. Goed, daar bleef het bij. De bui ging een klein beetje over. Wij gingen onze tocht verder zetten met de twee vendels. De volgende opdracht eruit gerekend bij meneer. De douanier op zijn nat bereel. De ene erdoor, de andere erdoor. Het kabinetje kwam af, we waren ontstappend, Het kabinetje stapt er maar in, het is niet te doen vandaag, we gaan ons een klein beetje verder naar de kampplaats begeven. We passeren natuurlijk met die twee vendels terug aan die douanepost. Wat zien wij daar? Die mens, die een brave luien, dat ik zeg tussen naakjes, douanier, was bezig met zijn aftrekker het water gewoon aan het buiten trekken. Uit zijn bureau. Natuurlijk een grote gagalom. Ik denk, de mensen die dat meegemaakt hebben, ik denk dat er een paar in de zaal zijn vanavond, of zullen zijn, onder andere mijn schoonbroer Jan, was er zeker bij. Misschien Peter van der Parre, Luc Daul enzovoort, Durand, ik kan ze nu allemaal niet meer noemen na zoveel jaren. Ik denk dat dat gewoon in een geheugen gegrift staat voor immer en altijd. Met een grote lach en een grote grach. Ik dank u daarvoor, voordat ik dat verhaal mogen brengen, maar ik zou toch nog even iets willen zeggen. Ik ben ongeveer rond mijn 10 jaar in de KSA gekomen in Gerardsbergen, KSA Sint-Josef, toen nog. Ik heb daar als lid geweest, KSA Sint-Josef, dan KSA Gerardsbergen. Ik ben leider mogen worden, ik ben oud en nieuwer mogen worden en nu mag ik nog steeds gevraagd worden als iemand van het kookteam op ons grootkamp. Daarvoor zou ik willen zeggen, ik weet niet hoe ik KSA Gerardsbergen daarvoor kan danken. Dank u.